Hallo, mijn naam is Mathieu en mijn urban craft is het maken van carbon onderdelen. Bij het maken van carbon onderdelen komt veel meer bij te kijken, zoals het maken van mallen. De afwerking van je mallen zijn ook heel belangrijk. Je stukken dat uiteindelijk uit je mal komen, moeten verzaagd worden, versneden worden, afgelakt worden, ook met een coating, om zo tot een perfect resultaat te komen op het einde. Gedurende mijn studies als industrieproductontwerper ben ik in aanraking gekomen met polyesterharzen, glasvezel en dergelijke. Eenmaal dat ik dat allemaal onder de knie had, ben ik verder gaan zoeken nieuw materiaal. Carbonvezel was daar één onderdeel van. En vooral wat mij het meest interesseert is hoe je een hars A plus B toevoegt aan een laminaat zoals carbonvezel, om zo tot een sterk en heel licht product te komen. Carbon onderdelen zijn heel licht en heel sterk, dus daarom wordt het ook vaak toegepast in de Formule 1, ruimtevaart, ook bij het wielrennen. Veel koersfietsen worden gemaakt uit carbon. Er zijn veel fases waar er veel kan mislopen, maar eenmaal je de glans ziet op je product dat uit de mal komt, dat is een prachtig moment. Mijn experimenten heb ik doorheen de jaren ook allemaal gefilmd. Zelf samengemonteerd om zo een tof filmpje te maken. Deze post ik dan op mijn YouTube kanaal en op deze manier krijg ik feedback van mensen van over heel de wereld op mijn visie, mijn manier van werken. Kan ik ook veel bijleren en kan ik veel voldoening uithalen. Tot op vandaag ben ik vooral bezig geweest met het maken van kleinere oplages, kleinere producten. In de toekomst hoop ik vooral verder te gaan naar het upscalen van deze producties, meer mallen te bouwen en misschien met een paar medewerkers waarmee ik mijn passie en visie kan delen. Maar laat ons niet vergeten, het creatieve is voor mij heel belangrijk en daar zal ik nog altijd mee blijven doorgaan.